Mike, hoe gaat het met u? Goed, mooi weer. Inderdaad, het is prachtig weer. Bedankt om uit te nodigen. Dankjewel om tijd te maken voor mij. Waarom worden experts eigenlijk bedreigd? Jullie doen gewoon jullie job? Natuurlijk doen wij gewoon onze job, maar die job houdt ook in dat er soms moeilijke maatregelen moeten geadviseerd worden aan de overheid. Wanneer politici die dan een beetje verstoppen en uiteindelijk dan de virologen het woord voeren, dan gaan mensen die maatregelen associëren met die virologen. En uiteraard, die maatregelen zijn van niemand plezant. Mensen verliezen hun job, mensen moeten thuis blijven, mogen hun geliefden niet zien. Dat was in het begin zeker heel moeilijk. En ik denk dat dat de reden is dat, dat mensen dan, of sommige mensen denken van, oh, dat ze dat kwaad moeten zijn. Dat is bij elke epidemie zo al 100 jaar. Dus dat moet je op voorhand kunnen incalculeren. Dat heb ik ook van in het begin gezegd dat dat ging gebeuren. Maar bon, mensen kunnen nog altijd een beetje beleefd zijn. En bedreigingen, ja, dat is er zwaar over natuurlijk. Hè. Virologie is nu al 8 maanden, bijna 24 uur op tv. Dus we hebben nu in België 11,4 miljoen virologen. En dan beginnen die te discussiëren over virologie. Dat is normaal, hè. Dan zeggen de mensen ook weer van... Die maatregelen hebben toch geen zin, want het is moeilijk te controleren. En weer zijn we verkeerd bezig, want we zijn aan het kijken, het is moeilijk te controleren. In sommige landen, hè, zeggen ze gewoon, beperk je sociale contacten. Ja? En de mensen doen dat. Dat zou hier niet werken. Ja? Want je neemt zo'n maatregelen en onmiddellijk denken van, het is niet te controleren, dus moeten we het niet volgen. Dat is verkeerd. Dat staat absoluut haaks op burgerzin. Die maatregelen zijn genomen met een wel bepaald doel, en dat doel is volksgezondheid. Volksgezondheid van ook uw moeder, vader en grootouders. En daarom doe je het. Dat is niet omdat dat iemand dat regeltje zegt en je dat moet volgen, dat je dat moet volgen omdat een persoon dat zegt. Nee, je doet dat om de bedoeling van die regel, om die te kunnen waarderen en appreciëren. Het goede nieuws is dat heel wat firma's aan vaccins aan het werken zijn. Dus ja, er komt een vaccin, dat is heel zeker. Natuurlijk de vraag is wanneer. We gaan dat op het einde van het jaar gaan we weten wanneer. Waarschijnlijk gaat dat ergens het voorjaar zijn van 2021, maar dan niet voor iedereen. Dus het gaat eerst voor de risicogroepen zijn, de mensen die het echt nodig hebben. En dan pas later dat jaar voor alle anderen die dat willen. Het verplicht maken, dat wil je echt niet doen. Laat mensen maar hun verstand gebruiken om dat vaccin te gaan krijgen of niet. De meeste mensen zullen daarvoor kiezen. Wanneer je de enquêtes over doet, dan gaat ongeveer 80% dat vaccin willen. En dat is oké. Als je mocht kiezen tussen Antwerpen of Beerschot? Jong, dat is een gevaarlijke vraag. Dat is onmogelijk om te beantwoorden zonder ongelooflijk veel ambras te hebben. Dus dat wil zeggen, ik support er voor alle twee. En als ze tegen elkaar spelen, dan kunnen ze maar best gelijk spelen dan. Oké, Mark, ik heb een paar vragen doorgekregen van burgers. Ja. De eerste vraag is, krijgen wij ooit ons normaal leven terug? Zonder enige twijfel, ja. Waarom maakte Mike de uitspraak van blijf weg in Antwerpen? Moest Antwerpen in het buitenland hebben gelegen, in Nederland of in Duitsland, dan zouden we dat een rode zone hebben genoemd. Dan zouden we gezegd hebben, ga daar niet naartoe in het buitenland. Mensen die corona hebben gehad en uitgezicht zijn, zijn die dan immuun tegen corona? Zij komen dan in contact met anderen zonder mondkapje, omdat ze immuun zijn. Klopt dit? Op dit moment is dat onduidelijk. Wanneer men het echt heeft doorgemaakt en men heeft antilichamen gemaakt, dan gaat men minstens een paar maanden immuun gaan zijn. Maar we hebben een aantal reinfecties na 3-4 maanden al kunnen zien. Dat gaat zeldzaam zijn. Dus hopelijk gaan vele mensen wel voor een hele tijd beschermd zijn. Maar niet allemaal. Dit komt goed. En ten tweede, dit gaat een jaar zijn. Ja, 2020, wat jullie niet gaan vergeten. En wanneer jullie oud en versleten zijn, dan gaan jullie dat tegen jullie kleinkinderen vertellen over 2020. Het jaar dat we maskers moesten dragen. Het jaar dat de scholen zijn dichtgegaan voor een hele tijd. En dat wordt iets wat jullie zich gaan herinneren. Als een moeilijke periode. Als een heel interessante periode, ja, waar heel wat nieuwe dingen gebeuren dat we nog nooit niet gedaan hebben. Maar ook als een periode die weer voorbij gaat, zodanig dat weer het gewone normaal kan beginnen
het gewone leven wat we allemaal plezant vinden. Dus dit komt goed. Voilà, dit was een positieve boodschap. Mark, bedankt voor uw tijd. Met plezier. En hopelijk tot snel. Alright, bye allemaal.